was altijd een goede jongen. Hij was een collega van mij en heeft mijn werk altijd een stuk verdraagzamer weten te maken. Met zijn humor en flauwe opmerkingen op het werk. En om dan te zien hoe deze jonge man aan een zo'n tragisch einde heeft moeten komen, is werkelijk hartverscheurend. Mijn condoleances gaan dan ook uit naar zijn familie en naasten, naar alle mensen die hij moeten missen en naar de Volkswagen Polo-rijder die tijdens het blowen en appen toevallig ook nog aan het rijden bleek te zijn. Rust en vrede, Len. Ik heb iets voor jou. Ja, ik vertrouw jou echt niet. Nee, dat moet je ook niet doen. Hallo. Dit wordt echt verreweg je kutste dienst ooit. Kijk eens. Wat is er, bro? Dat is jouw fiets. Wat is er? Kijk maar even in het steegje. Ik heb hem nog niet gezien trouwens. What the fuck, man? Is wel grappig, hoor. Ik wens jou veel plezier op je laatste werkdag. Ja. Hij is mooi sneller voorbij dan het licht op zijn bezorgfiets met zijn ogen dicht. Het is Len, hij komt snel langs met zijn veel te grote spoor. Het is Len, ja Len, je snapt precies wat ik bedoel. Ja, zeker. Hey. Vind je het nog leuk, Len? Nee, ik denk dat ik ontslag ga nemen. Maar hoe moet ik het ook vastpakken? Succes. Ja. Dat is niet mijn probleem, Len. Zo kan ik mijn werk niet doen. Tuurlijk wel. Je kan toch gewoon sturen? Ja, maar... Wacht eventjes. Ik doe dit zo. Ik ga het niet... Prima. Zo, ja? Het gaat er meer om de ballonnen die achter je aanwapperen straks. Kern. Ja, maar... Succes. Wordt het een thumbnail? Ja. Oh, nee. Ja. Leuk, man. Echt. Leuk werk dit. Fantastisch. Tim, met zijn redelijke zo. Dit is het beste wat we ooit gedaan hebben met die jongen. De lelijke, arrogante hoofd. Er stond met politie, die was me heel raar aan het aankijken. Ja, waarom moet dit ook weer? Ja, dat is leuk. Jezus. Ja. Leuk, man. Ja. Tim. Iedereen kijkt me ook aan, hè? Ja, leuk, hè? Dit is gewoon wie ik ben. Vind jij dit nou een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Ik doe wel even een capuchon op, want dan word ik niet herkend. Herkend. Ja, ja. Ik zie de politie al naar ons toe komen. Zo. Klik op, Tim. Oh. De ballonnen zijn kwijtgeraakt. En die is achter de fiets aan het wapperen. Oh, we zijn alle ballonnen kwijtgeraakt. Dan moet je me beter vastmaken, Tim. De gast kan niet eens fatsoenlijk ballonnen vastmaken. Jezus. Hier moment sla rechtsaf naar de Vondenboudse weg. De professionele scooterrijder, dames en heren. Yeah. Wat leuk, wat doe jij hier? Ja, wat wil je? Wat wil je? Wat wil je? Nee, okay, niet doen. Okay. Je wilt de staat van die bestelling niet weten. Ik ben net over een drempel gereden. Zeg hoort, dit hoort niet, of wel? Kerel, je hebt het gesloopt. Nee. Oké, okay, fiets maar door. Niet, ja? Ja? Niet. Nee, je hebt het niet gesloopt. Nee, hoor. Welke fiets? Dit is niet kapot. Och, nummer 1. Pak ik zo je sleutel af. Maakt niet uit. Gast. Gaat in mijn sleutel op de straat gooien. Holy shit. De klep zat niet goed dicht. En eigenlijk moet ik nu afstappen om de klep dicht te doen. Maar daar heb ik geen zin in. Het is
wel erg gevaarlijk. Wat zou nou wel zijn dat ik gewoon op mijn laatste dag gewoon sterf? En zo geschiedde. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Na Lens laatste ritje brak er een nieuw tijdperk aan voor dit YouTube-kanaal. En helaas zullen we nu nooit weten wat er gebeurd is met Lens tranen. Er zal nooit meer een nieuwe slechtste werknemer van de maandfoto op de balie staan. En mensen zullen nooit meer langer hoeven wachten op hun bestelling. Omdat hij mij toevallig tegenkwam onderweg. Wat gegarandeerd resulteerde in gekloot en vertraging. Het was slechts een kwestie van tijd voor er positievere geluiden uit de keuken kwamen. En iedereen was Len al vergeten voor de fanfare klaar was met spelen. En de cameraploeg van Hart van Nederland vertrokken was. Maar wel wensen we hem veel succes bij zijn nieuwe baan.